Hallo, ik begin nu aan de uitleg van lesje 2 of introductieles 2 eigenlijk, het Scratch-programma met de gele en de rode appel. Moest je Firefox gebruiken en krijg je niets te zien in de editor, dan ligt dat aan de juiste versie van Flash. Dus als je in Google gewoon Flash ingeeft, de eerste link die je krijgt gaat over het installeren van de nieuwste Flash-versie. Dus moest je in Firefox geen schermpje krijgen, ga je eventjes Flash updaten en dan is dat weer in orde. Deze oefening ga ik uitleggen. Jullie ondertussen wel bekend. Ik zal hem eens eventjes proberen te vergroten. Zo. Opdracht van het spel is met de kat rond te lopen. Kan alle kanten uit. Als de kat geen enkele appel raakt en hij gaat tegen de boom aanstaan, dan zegt de boom dat er nog geen appel gekozen is. Kom je tegen geel, dan eet hij de appel op. Krijgt een geluidje. En de boom controleert ook dat het de gele appel was. Eet de rode appel op, is een beetje kwaad. En gaat tegen de boom aanstaan. En de boom moet controleren dat ik de twee appels gegeten heb. De pijl onderaan, of het vinkje onderaan, dient ervoor om het spel te sluiten. Je ziet van boven dat die vanzelf gesloten was. Dus als ik deze terug start, krijg ik een nieuwe mogelijkheid. Dus de boom moet eigenlijk vier dingen controleren. Of ik geen appel gegeten heb, alleen de rode, alleen de gele, of allebei. Dus dat is de controle die hij moet doen. En dit zijn de variabelen die ik daarvoor gebruikt heb. Ik ga snel die oefening voor jullie bouwen. Ik gebruik daar een leeg project voor. Dan zie je het van begin gebeuren. Ik ga niet alles erg traag doen. Ik ga eigenlijk op een vlotte manier werken. Dus ik wil dat de kat bij de start op de juiste plaats gaat staan. Dus ik zet hem bijvoorbeeld beneden. Druk op beweging en zeg dat hij daar moet gaan staan. Ik weet dat ik met die kat kan sturen. Dus ik moet ook altijd de kat naar rechts gaan richten. Wat ik zeker bij die kat doe, is hem een juiste naam geven. Zo, kat. Ik zorg ook dat hij alleen maar horizontaal kan gedraaid worden. Dat weet je ondertussen. En nu ga ik de kat ook laten bewegen uiteraard. Hè. Ik ga hier nog iets wegzetten. Zo. Dus ik heb wat herhaalblokken nodig. Eigenlijk een groot herhaalblok. Hè. Dus een groot herhaalblok om alle toetjes te doen. Dus als de pijltjes naar rechts gedrukt worden, die staat hier. Als toetspijltje rechts bijvoorbeeld gedrukt wordt, dan moet hij 10 stapjes nemen en het volgende uiterlijk geven. Waar staat het volgende uiterlijk? En dat staat hier. Als ik naar rechts wil gaan, moet ik ook natuurlijk zorgen dat ik naar rechts gekeerd ben. Dus dat ga ik ook al klaarzetten. Dit kan ik een paar keer gebruiken. Hè. Dus ik maak een kopie. Zo. En in plaats van pijltje naar rechts, pak ik een pijltje naar links. En ik zorg dat hij naar links omgericht is. En je weet dat hij die 10 stappen dan in de linkerkant zal nemen. Ik ga ook een mogelijkheid maken om naar boven en naar onder te lopen. Dus als pijltje omhoog gebruikt wordt, dan ga ik die richting op zich niet veranderen. Die heb ik wel nodig. Maar dan moet ik natuurlijk de y-as veranderen. Omhoog is plus 10. En naar beneden is min 10. Dus dat ga ik ook klaarmaken. Zo. Pijltje omlaag. En daar staat hij met min 10. Even controleren. Stop, start. Oké, okay. De kat kan rondlopen. Stop, start opnieuw. En hij staat juist. Zeker gestopt. Voilà. Nu ga ik die appeltjes in beeld brengen. Dus uit de bibliotheek haal ik appel 1. Zo. Die zet ik hier ergens. Op zich maakt het niet uit natuurlijk waar dat die staat. Ik heb een tweede appel nodig. Oké, okay. Voeg die toe. De eerste appel ga ik appel geel noemen. Zo. De tweede appel wordt appel rood. Appel rood. Zo. De eerste appel moet ik natuurlijk nog geel maken. Dus eventjes kijken welke dat was. Dat is deze. Ik kan hem ook wat kleiner maken. Dus hier met dit icoontje kan ik hem wat kleiner maken. Zo. Dat ga ik hier ook doen. 1, 2, 3. Voilà, ik zal ook eventjes fullscreen opzetten. Zodat jullie meer schermruimte hebben. Zo. De gele appel moet nog geel worden. Dus ik ga bij het uiterlijk van de gele appel een geel verfje eraan geven. Zo. En ik kleur hem geel en we zijn vertrokken. Een gele appel en een rode appel. Nu heb ik die kerstbomen nog nodig voor de controle te doen. Dus ik denk dat ik hier bij kerstmis... Voilà, daar staat de boom van onder. Oké. Okay. Boom eventjes in beeld gaan plaatsen. Misschien ook wat te groot gemaakt. Dus wat kleiner maken. Zo. Van onder had ook nog een vinkje staan. Kijken of ik dat snel vind. Ah, daar staat hij. Oké. Okay. Vinkje toevoegen. En dan heb ik eigenlijk mijn speelveld klaar, behalve dat ik mijn boom nog niet correct genoemd heb. Een boom. Zo. En dit noem ik bijvoorbeeld einde. En dan zijn we ook vertrokken. Zo. Ik ga eens eventjes testen of ik het einde snel kan maken. Dus ik kan dit gaan raken en dan het spel stoppen. Dus ik ga de kat programmeren.
als hier van onder raak ik, en dan heb ik hem einde genoemd, en daar staat hij, dan kan ik zeggen bij het uiterlijk, druk op het groene vlagje om opnieuw te spelen. Zo. Als hij 2 seconden zegt, is dat lang genoeg. En hierna moet het spel stoppen. Zo. Stop alle. Goed, nu gaan we de bewegingen met de appel eventjes testen. Dus wat ga ik doen? Ik ga op de gele appel wel vertellen dat hij moet gaan wegspringen van het moment dat de kat de appel raakt. Dus ik ga een gebeurtenisje plaatsen. Ik heb natuurlijk een als-functie nodig. Zo. Als de kat de appel raakt, of raak ik de kat, dat gaat natuurlijk ook, dan moet hij gaan verdwijnen. Nu, ik ga hem sowieso een seconde laten wachten. Mijn bestuur ga ik een seconde toevoegen, zodat het eventjes duurt. Hè. Als ik hier een verdwijn toevoeg, weet ik zeker dat ik ook een verschijn in het begin nodig heb. Dus ik ga ook zorgen dat hij in het begin verschijnt. Deze code gaat niet werken. Ik hoop dat je nog weet waarom dat is. Dus als ik met de kat de appel raak, gebeurt er niets. Ik hoop dat je nog weet hoe dat het komt. Dat komt omdat ik dit niet in een herhaal heb zitten. Dus hij gaat dat maar heel eventjes controleren. Dus ik ga dit stukje, waar staat de herhaal, in de herhaal plaatsen. En dan gaat dat normaal gezien wel. We gaan hem even toevoegen. De kat loopt naar de appel. Ik wacht een seconde en hij is weg. Diezelfde code kan ik gebruiken voor mijn rode appel. Dus hier van onder, als je ingelogd bent, heb je een rugzak. In die rugzak kan je een script stoppen. Zo, ik heb dat daar nu naartoe gesleept. En dan kan je dat stukje code ook gebruiken voor een ander object. Dus hier net hetzelfde gedaan. Even testen. Ik loop naar de rode appel. Ik wacht 1 seconde en hij is weg. Oké, goed. Dat is dat stukje. Moet wel nog tegen die kat gaan zeggen. Ah, het vervelende is dat die appel nu wegspringt. Hoe komt dat? Omdat hij heel snel die code gecontroleerd heeft, voordat die kat terug naar hier geteleporteerd werd. Dus ik ga een hele korte wacht inbouwen bij appelgeel en appelrood, zodanig dat dat niet meer voorvalt. Hè. Dus als ik nu een hele korte controle invoeg, 0,2 seconden bijvoorbeeld, en ik doe dat bij appelrood ook. Daar zit de wacht. 0,2 of 0,1, dat is ook voldoende. Stop, start, dan gaat die appel er zeker verschijnen. Dan gaan we dat niet meer aan de hand hebben. Bij welk onderdeel zat ik juist? Ah ja, als de kat de rode appel bijvoorbeeld raakt, moet hij zeggen dat hij dat niet lekker vindt. Dus eigenlijk kan ik dat allemaal in dezelfde als bouwen. Dat is misschien niet zo mooi, maar het is wel vlot. Als raak ik, en dan gaan we hem even toevoegen, appelgeel bijvoorbeeld, dan zegt hij dat dat lekker is. Zeg lekker voor 1 seconde. Zo. En ik denk dat ik dan ook verschillende geluidjes heb. Dan eventjes testen. Hij heeft maar 1 miauwgeluidje, maar toch ga ik dat toevoegen. Zo. Ik ga eerst het geluidje doen. Zo, miauw. En dan heb ik ook, als raak ik appelrood. Dan ga ik kijken of er nog een ander geluidje is dat uit de bibliotheek een beetje past. Dier. Even kijken. Gaan we hem een heel gek wolvengeluid geven. Dat duurt lang. Dier zie ik nog een miauw staan. Ik ga deze gebruiken. Die is duidelijker. Oké. Dus ik heb ook miauw 2 toegevoegd. En dat deed ik bij de rode appel, ga ik dat doen. Zo, dat is dat. Dan heb ik eigenlijk al veel klaar. Nu moet eigenlijk alleen mijn boom nog een controle gaan doen. Wat moet de boom gaan doen? Gaan controleren welke appels ik opgegeten heb. Dus sowieso gaat die boom een controle moeten doen. Ik ga een herhaal al invullen. Zo. En als... Ja, die kan ik misschien... Nee, die kan ik nu al doen. Als raak ik de kat. En dan moeten de controles komen. Nu, die controles kan ik nog niet doen, want ik heb nog geen variabele geplakt aan een rode appel en aan een gele appel. Niet zozeer aan die objecten, maar of ik die wel degelijk opgegeten heb. Dus wat ga ik maken? Bij data 2 variabelen. En ik noem de ene bijvoorbeeld geel. Gegeten. Zo. Oké. En ik maak nog een variabele. Rood gegeten. Oké. Die staan allebei op 0. Ik ga er ook voor zorgen dat die in het begin altijd op 0 staan. Dus ik maak rood gegeten en geel gegeten altijd 0. En als de kat nu appelgeel raakt bijvoorbeeld, dan maak ik geel geraakt 1. Dus hier zeg ik gewoon, als ik appelgeel raak, dan maak ik geel gegeten 1. Zo.
En anders mag ik zelfs rood gegeten. 1. Ik zal hem eventjes goed dubbel klikken. Zo, daar staat hij. Wil je die variabele hier van boven niet hebben? Gewoon het vinkje ervoor wegdoen en dan zie je ze niet meer. Het is handig om ze te laten staan, dan zie je of je programma werkt. Eventjes testen of dat werkt. Dus als de kat tegen de gele appel loopt, zegt hij lekker, miauw, en hij springt weg. Zo, stop, start, eventjes testen, de rode appel. Hij zegt het 2 keer, omdat hij tijd genoeg heeft, op zich ook geen problemen. Omdat hij daar tegenaan komt. Ik kan er een vertraging invullen, maar op zich maakt dat niet zoveel uit. Eventjes getest, 0 en 1, dat ziet er goed uit. Stop, start, allebei terug 0. De boom nog voor de controlestructuur. Zo, dus die gaan we nu aanvullen. Als, en waar staat die hier? Als, dan anders ga ik al gebruiken, omdat ik een aantal controles in elkaar ga moeten doen. Ik ga 2 dingen moeten controleren. Bijvoorbeeld, ik zal het je even apart laten zien. Zo. Als geel gegeten bijvoorbeeld 0 is. En rood gegeten is 0. Dat wil zeggen dat hij geen enkele appel gegeten heeft. Als ik die twee nu tegelijk wil controleren, dan heb ik een N nodig. De N staat hier. Hier staat hij. Voilà. En met de N kun je 2 delen gaan toevoegen. Dus als ik nu gewoon deze hierin sleep vooraan, ik laat los, die laat ik los, dan kan ik terug op die N klikken en kan ik die in het bovenste gedeelte slepen. Dus als geel gegeten 0 is en rood gegeten is ook 0, dan gaat mijn boom zeggen, geen appel opgegeten. Zo. Ik kan die code kopiëren, dus ik ga het mij gemakkelijk maken, een kopie maken. En dan zeg ik, geel gegeten 0, maar rood gegeten bijvoorbeeld 1. Dan zegt de boom, verkeerde appel zal ik eens eventjes noemen, verkeerde appel opgegeten. Zo. Opnieuw kopiëren. Nu ga ik het omwisselen. Hier de 1, daar de 0. Dat wil die zeggen, dan moet hij gaan zeggen, de goede appel opgegeten. En anders moet hij zeggen dat hij beide appels opgegeten heeft. Oei, verkeerd geklikt. Opgegeten. Oei, zo. Mag ik nog een opgegeten? Voilà. Eigenlijk is het dat. Meer is er niet nodig normaal gezien. We gaan eventjes testen. En miauwt echt 2 maal. Verkeerde appel opgegeten. Zo. Beide appels opgegeten. Druk op het groene vlagje om opnieuw te spelen. Zo. De appels verschijnen terug. 1 keer naar de boom lopen. Geen appel opgegeten. Voilà. De code werkt. Het spelletje draait. Nu is het aan jullie. Succes!